décorateur d'intérieur et d'extérieur Domani, situé à Lokeren, compte 7 collaborateurs. L'entreprise a démarré sa propre production en Hongrie et se profile comme un acteur international. Domani heeft twee grote klantengroepen eigenlijk. Dat wil zeggen dat wij aan de retail leveren, wat voor ons de betere bloemenzaken zijn en de meubelzaken. En zowel ook op de projectmarkt speelt. De projectmarkt is voor ons dan de architect, projectontwikkelaar, grote hotelketens. L'organisation, la gestion des stocks et l'établissement de rapports sont d'une grande importance. Tout cela se fait grâce à Microsoft Dynamics NAV. Meerwaarde van software is dat wij een directe rapportering hebben naar onszelf hier intern, maar ook naar ons kantoor in Budapest. En dat we het snel kunnen anticiperen op bepaalde zaken die zich voordoen op de markt. Le cloud computing de Microsoft Dynamics NAV fonctionne via le serveur Windows, une solution adaptée aux PME. Les commandes des clients y arrivent immédiatement et l'entreprise peut ainsi gérer ses stocks de manière optimale. Wij moeten met de economische conjunctuur waar we in zitten nu, moeten wij heel snel kunnen schakelen. Dat wil zeggen dat wij ook de mensen van de productie mee inzage hebben in ons ERP-pakket. L'utilisation d'un système cloud sur base de Microsoft Dynamics NAV offre un nombre d'avantages. Tout d'abord, Domani a une vue immédiate sur la gestion de production. Le stock est géré d'une façon correcte. Le reporting est online et direct, ce qui est très important ou très intéressant pour la définition de la stratégie de vente. Grâce à la solution de cloud computing, les données liées à la production ou à la gestion de l'inventaire sont envoyées vers les serveurs via la technologie sécurisée de Microsoft. Het vorige ERP-systeem van Domani draaide nog op eigen servers, maar die waren eigenlijk aan vervanging toe. En het vervangen van servers gaat gepaard met een hoge investering, wat een heel hoge kost met zich zou meebrengen. Dus dat is de reden waarom Domani gekozen heeft om de stap naar de cloud te zetten. Le fait que l'entretien des solutions de cloud puisse se faire de manière centralisée via le système Center Management entraîne un suivi rapide des problèmes potentiels avant même que l'utilisateur n'en soit affecté. Dat Domani de stap heeft gezet naar het cloudmodel, hebben ze geen dure licenties moeten aanschaffen, wat voor hen een aanzienlijke kostenbesparing betekent. Daarnaast moet Domani ook niet wakker liggen van het onderhoud van de systemen en het backuppen van hun gegevens. Wij zijn een kleine KMO. Het wil zeggen dat wij de kosten op voorhand kunnen bepalen. Het werkt veel efficiënter en we krijgen altijd de laatste updates.